Veel mensen vinden van Adron 125 willen ze niet inzaaien. Ze willen andere rassen inzaaien. Eén van ze is M2 of streep 2. Dat wil ik gratis niet hebben. Als die hier brengen, zeg ik sorry, ga weg. Want dat zit 60% rood erin. En die paddy zit er zo mooi op het veld. Dat je gaat denken, man, ai, je kent man hier. Ja. Maar wanneer je gaat pellen, dan kom je tot de ontdekking dat 60% rood erin zit. Dus dat is één ellende in die keri. Een andere is, die ene vindt van, ik ga 128 zaaien. Die andere vindt 130. Dat is op zich niet zo erg allemaal. Waarom ik 125 inzaai? Omdat ik kijk naar kookeigenschappen. Wanneer je hebt gekookt, morgens moet er niet 12 uur steenhard zijn of papperig worden. Nee. Je moet het zodanig hebben dat je bijvoorbeeld 8 uur 's morgens hebt gekookt, dat je vanavond om 8 uur of om 12 uur nog rustig kan eten zonder vrees te hebben van basjaaien, het is verzuurd of wat. Daarom produceer ik zelf op mijn eigen veld. Ik heb 1000 hectare, daarop produceer ik niet vol, maar half-half elk seizoen. Een beetje variatie, want die velden moeten ook rustig. En dan doe ik 125. En het heeft afgelopen seizoen niet slecht gedaan. De droogte die heeft aangehouden per 1 november is het inzaaiseizoen weer ingegaan voor de voorjaarsoogst 2013. Wat zijn de voornemens van u? Nou, ik heb mijn complete areaal 3 keer geploegd. Na lange tijd hebben we zo'n kans gehad. Dan bedoel ik, wat bedoel ik de boeren van Nikeri? Wij boeren hebben na lange tijd zo'n kans gehad dat we onze velden goed kunnen ploegen en droogleggen. En als wij dus geholpen zullen worden door Wakai, water te pompen, dan is de inzaai gegarandeerd. Maar 1000 inzaaien? Ja, als er water is, dan ga ik 1000 inzaaien. Maar wat ik heb gemerkt in Surinamkanaal, want dat is vlak achter mijn bedrijf, dat het waterpeil is gaan dalen. En men zegt, de pomp van Wakai draait. Ik ben niet zeker of het draait of niet draait, maar ik wil niet zeggen dat het niet draait. Maar het peil is gaan zakken. Waarom? Omdat veel mensen die water onttrekken uit die kanaal. Vandaar dat die gedropt is. Maar mensen moeten niet vrezen. Als Wakai draait, dan hebben we hoop. Want ze hebben zoveel tamtam gemaakt vorige week. Minister zou komen, die zou komen, die zou. Die mensen houden ons straal voor de gek in Panama. Het enige wat ze doen is, net als wanneer een baby huilt, je zet een beetje honing op haar lippen. Dan gaat hij zo doen, dan staat hij weer stil. Dat is gebeurd, dus ze geven jou brandstof, een beetje Nikeri voor Wakai, water en ga kijken wat je kan doen. Dus wat dat betreft zitten we beter ten opzichte van Guyana. Zij hebben dat niet eens, wat wij hebben, maar we moeten het goed benutten. Er is een prognose gedaan voor de inzaai van 21.000 hectare. De rechteroever die zou problemen kunnen ondervinden als gevolg van het droogseizoen. Dat de zoutwatergrens te ver de stroomopwaarts in de Nikeri-rivier komt te liggen. Wat is uw prognose? Ziet u die 21.000 hectare gehaald? Zeer zeker zal het gehaald worden aan de linkeroever. Waar Wakai gaat helpen. Dan zullen we meer dan dat kunnen inhalen. Maar de rechteroever, daar hou ik mijn hart vast. En daarom zeg ik altijd, er moet een dam of een sluis komen bij Paradijs. Dan kunnen we het water van Nikeri rivier reguleren en dan kunnen we daaruit pompen. Dan hebben we nooit last van, water heb ik nodig. Dit. Als we een sluis daar bouwen of een dam daar bouwen, reguleren dat het water van Nikeri rivier achter die sluis niet zo hoog wordt dat we beginnen te verzuipen. Dan kunnen we veel paddy inzaaien. En dan als Wakai een keertje problemen heeft, dan hoeven we nog geen moord en brand te schreeuwen. Maar dan heb je toch een waterpeil dat je zelf kan pompen. Begrijpt u? Maar wat een regering niet moet vergeten, maar de meeste van die mensen vergeten dat wel. Je moet het volk voeden. Niet blind staren op industrie, mijnbouw en dat soort toestanden. Een dagje gaat alles opraken. Maar jouw landbouwindustrie of agrarische sector gaat nooit opraken. Je gaat altijd eten, je gaat elke dag eten, 3 keer per dag. En je gaat groenten moeten eten, rijst moeten eten, vlees moeten eten. Al die dingen moet je eerst goed regelen voordat je gaat schreeuwen van goud. Want die goud ga je niet kunnen eten, olie ga je niet kunnen drinken. Ze zijn er wel nodig om geld mee te verdienen, daar niet van. Maar als je dat geld hebt verdiend, ga niet verbrassen. Begin te zorgen voor het volk. Niet omdat jij weer president wil worden of assembleelid wil worden. Nee,
Als een goed huisvader moet je voor die kinderen zorgen. Als de regering dan ook geld uitgeeft om te investeren in de agrarische sector en weer wat voedsel terug te hebben. Als je voedsel hebt, hoef je niet bang te zijn. Maar als je alleen maar goud hebt in een kamer, sluit ik je op. Vol met goud, na 3 dagen ben je dood. LVV is een beetje hier en daar een beetje wat te herstellen. Ik vind in feite in landbouwgebied alles moet vallen onder LVV. En niet je hadi, je trussel van aandelen van mij. Het is politiek-wise hebben ze dat verdeeld. Maar verstandig-wise is het niet goed. Openbare werken moet zorgen voor alle wegen en waterwegen. En LVV moet zorgen van voor de kleine kanalen en zo. Dat natuurlijk voor de OW te veel zou worden. Daar kan LVV wat doen. Maar RO hoeft helemaal niet erbij te komen. Toen ik hoorde, ik was er niet bij hoor, Betterson of hoe die man heet van minister van RO. Want elke dag heb je een andere minister, die kan ze niet meer bijbenen. Die man kwam naar Nikeri en zegt van waterschappen hoeft niet. Die bosneger snapt niks wat waterschap is. In het bos hebben we geen waterschappen. Dus hij snapt totaal niks wat er waterschap is. Ik wil niet iemand beledigen. Maar als je niet weet wat het is, laat je informeren. En kom niet zeggen in Nikeri, waterschap is niet nodig. Waarom zeg je dat? Omdat je onwetend bent of ben je een racist? Wat is het nou? Veel mensen ervaren dat als een raciale uitspraak. Maar ik ervaar als een domme uitspraak. Omdat die man niet weet wat waterschap is. Is inderdaad het wel nodig die waterschappen te hebben? Of zegt u vindt dat die waterschappen wel nodig zijn? Wat is de essentie? Nou, die waterschappen moeten ervoor zorgen dat die mensen hun, wat de Hindustanen zeggen, begari. Dat zijn dus de kanalen, loosleidingen en irrigatieleidingen. Moeten die mensen schoonhouden? Je perceelbreedte is 20 meter. Kan je 20 meter niet schoonmaken? Als die kinderen zwemmen, is al 20 meter schoon. Laat staan als je het gaat schoonmaken. Als we even ervan uitgaan dat er door de jaren heen steeds verkiezingen zijn gehouden, er zijn waterschappen geïnstalleerd, die zijn in functie geweest, maar het heeft niet beantwoord aan deze verwachtingen die u aangeeft. Steeds weer hebben de verschillende regeringen geld moeten investeren om steeds die kanalen op te halen. Kijk, de ellende is begonnen in de militaire periode, 1980s. Daar hebben ze gezegd van, hey, jullie hoeven niks te doen, alleen om die mensen achter zich te krijgen, wij gaan schoonmaken. En dat ding is zo gebleven. Als andere regeringen niet komen, zeggen ze, nou, we gaan het schoonmaken. Maar er moeten wetten komen en harde sancties. Wanneer je hebt een rijstareaal, lozing moet je schoonmaken, irrigatie moet je schoonmaken. Dat zijn kleine boeren. Grootlandbouwers, die komen niet klagen, maak mijn kanaal schoon. Heeft die ooit mij horen klagen, ik verzuip of ik ben droog gelopen? Nee, ik zorg voor mijn waterhuishouding zelf. En als mensen willen zien hoe dat moet, dan ga ik hem ook laten filmen hoe dat moet.